Vicepresident Ashwin Adin heeft afgelopen zaterdag de jeugdparlementariërs op zijn kabinet ontvangen voor een kennismaking. De jeugdvertegenwoordigers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om uitdagingen van jongeren te bespreken met de VP. Adin benadrukt dat dit instituut een belangrijke plaats inneemt en was daarom zeer blij met de kennismaking. Accreditatie van de Universiteit van Suriname, studiebeurzen, studietoelagen en het leerplicht zijn enkele punten die de jeugdparlementariërs hebben aangehaald tijdens het gesprek met de vicepresident. Daarnaast is ook aandacht gevraagd voor de situatie van de kindertehuizen. Adin legde uit dat sommige van de punten die de jeugdvertegenwoordigers hebben aangekaart reeds door de regering worden aangepakt. De VP benadrukte dat de regering niet alles in één keer kan oplossen.